Dag dames en heren, vandaag is onze club op sportpark De Liesjes. Hier wordt geschoten op de liggende en staande wip, maar natuurlijk ook gevoetbald door VV Kwaadendamme. En vandaag zijn we daar te gast. Hier achter mij is een oud schoolgebouw en dat fungeert als clubhuis, maar ook als kleedkamer. En in dat oude schoolgebouw zit ik met de voorzitter van Kwaadendamme, Dries Driedijk. Dit is jullie complex en een oud schoolgebouw dus. Dat klopt. Hoe is dat zo gekomen? Het is een oude jongensschool inderdaad, die ik weet niet eens hoe lang geleden al transformeerd is tot ons clubhuis. Een oud clubhuis heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is een degelijk van opzet, dus dat helpt. Maar we hebben er met z'n allen wel behoorlijk wat onderhoud aan om het in deze staat te kunnen houden. Ja, want het is gewoon een oud gebouw. Het is een oud gebouw. 1930 ergens in die tijd. Dus, wel genoeg ruimte? Qua kantine wel, qua bestuurskamer. Alleen we zitten krap qua kleedlokalen. We hebben slechts twee kleedlokalen. Ja. Dat is natuurlijk soms een beetje zoeken. Ja, nu zijn de schutters hier ook wel eens actief op het terrein, maar die kleden niet die om. Die kleden gelukkig niet om, nee. Is dat wel leuk dat jullie die ook op het terrein hebben? Het heeft voor- en nadelen. Het is een nadeel dat we toch goed af moeten stemmen wanneer wij of wanneer zij in de kantine zitten. Dus want je kan niet gelijk en pijlen schieten en voetballen. Dat is toch te gevaarlijk. Ja. Dus dat is een stukje afstemmen. Maar voor de rest weten we dat altijd nog rond te zetten. Hoe gaat het met de club? Goed. Financieel gezond is ook altijd een belangrijke. De eerste elftal, een beetje hangen we, maar we zitten toch een duidelijke stijgende lijn, wat jeugd. Mm-hmm. Aantal leden is denk ik net als met veel die kleinere clubs is een uitdaging. Ja, en dus wordt er gezocht naar samenwerking? Ja, we werken met de jeugd al geruime tijd lang met Hoedingskijkers samen. Dit jaar ook nog een elftal samen met Apollo, onze buurverenigingen. En we hebben voor de senioren een combi-elftal. Okay. Dus dat zijn de stappen. En vervolgstappen zijn wij dat wij met de standaard-elftallen in gesprek zijn met Hoedingskijkers. Dat willen we toch zorgvuldig aanpakken. Om misschien samen te gaan? Om misschien samen te gaan. Eigenlijk nog zonder eindkomt, maar in ieder geval de gesprekken dan aan het voeren. Ja, en dat is een flink proces. Jullie hebben in de toekomst zijn jullie van zondag naar zaterdag gegaan. Is dat te vergelijken eigenlijk? Ik denk het eigenlijk wel. Dat was ook een proces waar we tijd. Er werd ook al een aantal jaren over gepraat. Dat moeten jullie doen. Toen hebben we toch, denk ik ook als bestuur, dat proberen zorgvuldig te doen. En een aantal jaar geleden was het zover. En achteraf geen wanklank gehoord. En met het andere proces hoop je dat hetzelfde te doen. Je kan het niet te vroeg doen, dan is er veel weerstand. Je kan het ook niet te laat doen, dan heb je te weinig leden. Ja. Dus dat op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden, dat proberen we nu rond te zetten. Ja, en hier op Kwaadendamme wordt nog altijd op zondag gevoetbald, toch? Ja, dat klopt. We hebben nog geen standaard elftal. Voetballen zelf ook nog in. Okay. Dus dat is leuk om vol te houden. Ja, want twee dagen voetballen is ook twee dagen kantineinkomst. Dat is twee dagen kantineinkomst. Maar ook twee dagen vrijwilligers. Ja. En dat was in het verleden met drie zonder halftallen makkelijker, met een stukje overloop. Ja, en dat is denk ik bij ons, maar alle kleinere clubs, toch wel een uitdaging om dat ook weer rond te zetten. Veel uitdagingen bij een club met iets meer dan 100 leden. Het is samen de schouders eronder, anders red je het niet. Inderdaad, precies goed verwoord. Maar dat doen jullie? Dat doen wij. En dat gaat nog steeds goed. Wij stellen u voor aan de jeugdspelers van Kwaadendamme. Dit is Ricardo. Hij is 13 jaar en speler van de JO 13-1. Naast hem Bart, ook 13 en speler van de JO 13-1. En dit is Kevin. Hij is 11 jaar en teamgenoot van deze jongens in de JO 13-1. Kom maar mee, mannen. We gaan beginnen. Team Kwaadendamme, zijn we klaar? Ja. 3, 2, 1, start. Ja, kom maar, Ricardo. Ja, heel goed. En knal hem erin, hè. 1, 2, dan gaat hij gelijk. Ja, heel goed. En aantikken, en aantikken, en aantikken. Hé, lekker begin, man. Goed zo. Hoppakee, goed zo, Bart. Geef niks, ik doe hem terug. Hoppa. En Bart ook. Oh, terug, Bart. Geef niks. En tik aan. En heel goed. Geef niks. Straks nog een keer, Bart. Ja, lekker gekopt. Oh, ik doe hem wel weer terug, hoor. Kom aan, Kevin. Daar gaat hij. Kevin! Oh, op de lat, dat tellen we helaas niet. Tik aan. Ricardo nog een keer, hè. Kom op, hè. Kop, heel goed. En weer erop. Wat een kopballen. Knal hem erin, Ricardo. Oh, naast, jammer. Tik hem aan. Ik heb het ook druk vandaag. Ja, kom op, hè. Hop, en... Ja, heel goed, Bart. Ik hang hem nog even recht. Kom op, Bart. Schiet hem erin. Ja, raak! Nee, tikken, hij moet je nog tikken. Ja, heel goed. Hey, mooie Bart, lekker. Terug, raken.
Ja, als die erin schiet zijn ze eerste. Hè? Als die erin schiet zijn ze eerste. Rustig kijken en... Ja, terugrennen. En gestopt. Wow. Een geweldige teamprestatie, want alle drie één keer raakgeschoten. Drie raak, nog niet eerder gehad. En dus een eerste plaats voor Kwaadendamme. En wat zijn de fans trots, of niet? Applaus! Dag Dick, goedemiddag. Goedemiddag. Supporter van Kwaadendamme. Dick Hoendert. Nog veel meer, hè? Ja, nog veel meer, ja. Ik ben... Hier bij de vereniging onder andere momenteel leider van de B-jeugd. Ja. Ik ben leiderspeler van ons zondag-elftal. En in het verleden heb ik de minis, de F'tjes en de E'tjes getraind. Onder andere omdat mijn zoontjes daar ook bij speelden. Was het, ja, dat heb je in een klein clubje. Wie staat erop als ze een trainer zoeken? Oké, ja, we stoten bijna ons hoofd, maar ja. Dit is niet voor de regen, maar voor vallende pijlen. Ja, het sportpark hier wordt voor meerdere dingen gebruikt. Onder andere het... Ja, nou die hebben we gelukkig nu niet, dus we kunnen het over de voetbal hebben. Ja, die zoons van jou, die spelen ook in het eerste? De oudste speelt vast in het eerste momenteel. De jongste, die komt eraan. Die heeft nu één keer een officiële wedstrijd meegedaan in het eerste. Maar eigenlijk een speler van de B-jeugd. Maar binnen een paar jaar verwacht ik wel dat hij er ook bij is. Ja, is dat extra leuk dan, als je eigen kinderen erin spelen? Ja, tuurlijk. Dat geeft toch een extra iets aan het gebeuren natuurlijk. Maakt jezelf ook een beetje fanatieker. En ja, de beleving wordt voor jezelf ook groter als die jongens erin staan. Ja. Nou zei je, ik speel nog op zondag. Deze club is een zaterdagclub geworden, maar hecht jij nog wel een beetje aan die zondag? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, we zijn nog wel vergroeid met dat zondagvoetbal, vooral wij als oudere spelers. De zaterdag was altijd alleen gedeeld en de zondag was vrij voor de voetbal. En we hebben anoniem besloten eigenlijk dat we gewoon op de zondag wouden blijven voetballen. Ja, en dat is ook leuk en dat hou je ook vol. Dat houden we nog wel vol, maar het wordt wel alsmaar moeilijker. Okay. Ik bedoel, als je de 50 ook aan gaat tikken en je komt constant tegenstanders tegen van 20 of 25, dat wordt er niet makkelijker. Ja. Kliko-tijd in Kwaadendamme met Robin van het eerste. Ja, Robin, 19 jaar, maar al een tijdje in het eerste, hè? Ja, klopt. 4 jaartjes, op mijn 15e debuteerde ik dus. Is dat ook een beetje het voordeel van zo'n klein dorpsclubje, dat je dan snel erbij zit? Ja, of ben je gewoon zo'n groot talent? Nee, dat valt mee, hoor. Nee, ja, het was, waren te weinig man, Dus we moesten uit de beetjes pakken, dat was ik dan, samen met nog iemand. Ja. Was het eigenlijk een beetje te vroeg om al mee naar de senioren, of vond je het ook wel leuk? Nou ja, ik vond het wel leuk natuurlijk, eerst op de bank, maar daarna wel vaste waarde eigenlijk geworden. Ja, en nu het zaterdagvoetbal met Kwaadendamme, vierde klasse, is dat een beetje een leuke klasse, vind jij? Ja, ik vind het wel een leuke klasse. Eigenlijk de andere klasse is wat leuk omdat het dichterbij is, ze zitten over zand in, dat is de echte derby bij ons. Maar deze klas is ook wel leuk. Ja, en ook Hoedek en Scherken bijvoorbeeld hier een paar kilometer verder zit ook in de andere vierde klas. Klopt. Ja, dat is een oproepje aan de KNVB om dat voortaan maar samen eigenlijk te zetten. Eigenlijk al. Wel leuk zo'n derby, hè? Ja, dat zeker. 100 punten is het record. Wat denk je? Ja, het record wordt moeilijk, maar een paar moeten er toch al in. Ik ben benieuwd. Zet hem op, hè? Yes, succes. Dankjewel. Oké, Robin, succes, hè? Yep. Dankjewel. Op recordjacht. Oh, hij viel bijna in de 40, hè? Oeh. Concentratie niet te snel. Ja. 30. Ja, de eer is gered. En die gaat ook raak. Weer 30. 60. En... Oh. 60. Tevreden? Ja hoor. Nou, en applaus, wat wil je nog meer? Ja, geen eerste plaats. Nee, dat is jammer. We hebben weer een clubicoon die van alles heeft gedaan voor de club. Bestuurslid, grensrechter, scheidsrechter. Maar we hebben het graag, Lau de Jonge, over je actieve loopbaan bij Kwaadendamme. Want die heb je ook gehad, hè? Jazeker. Wat was het mooiste in die tijd als voetballer? Doelpunten maken, denk ik. Ja? Ja. Was je een doelpunt te maken? Ik heb er zat gescoord in de B-junioren. Oké, want we hebben hier bijvoorbeeld een spelerspas van u. Ja, die ziet er niet uit alsof die vorig jaar gemaakt is. Nee, die is in 1962 gemaakt, denk ik, of 63. Dus toen was u al actief? Ja, vanaf 62 was ik lid van de VVK Kwaadendamme. Ja, en ik zei al veel gedaan. Is het ook belangrijk voor zo'n clubje als Kwaadendamme, ja, dat de mensen die er zijn, want dat zijn er niet zoveel, dat die ook veel doen? Ja, want het is inderdaad een klein clubje, dus je hebt niet zoveel mensen die zeggen, nou, we zullen even de hand uit de mouwen steken. Is het altijd nog zo geweest? Nou, vroeger was het iets beter, denk ik.
terug naar het voetballen, want hier hebben we een foto uit een kampioensjaar. Nou zeggen heel veel mensen altijd dat het kampioensjaar was het mooiste, maar u heeft er een beetje dubbel gevoel bij, hè? Ja, inderdaad. Want het was natuurlijk, het waren twee donkere jaren die er hier vooraf ging. Waarom? Ja, degradatie naar een reserveklas. Als standaard elftal. Ja, dat hoort eigenlijk niet. Nee, dat hoort niet. We waren het enige standaard team dat te snel die derde en vierde elftal speelde. Dus ja, nee, dat vind ik niet dat hoort. En daarom zien we hier kampioen seizoen 73-74, Kwaadendamme 1, Vlissingen 7. 7? Ja. Ja. Dus dat geeft te denken. Was toch wel een beetje gezellig bij dat kampioensteam? Jawel. We hebben er wel een 1 opgenomen. Ja. Ja. En de jaren daarna zijn jullie dus weer teruggegaan naar de standaardcompetitie. Ja. Hoe ziet u de toekomst nu van de club eigenlijk? Nou, zorgelijk. Ja? Ja? Want het is nu vierde klasse? Het is vierde klasse. Ja, we staan op de vierde plek van onder, vijfde plek van onder. Mm-hmm. Dat is ongeveer, denk ik, ons max. Ja. Als ik tenminste zie wat we elke week presteren. We gaan weer aan de conditie werken en het gras is niet al te vlak hier. Ik ben benieuwd of ze daar last van krijgen. De piepjestest, zo hoog mogelijk een trap halen. Ik ben benieuwd. Het hoogste is 22,2 en gemiddeld 20,8. Heel goed. Ja, kom aan, mannen. Ja. 16-1. Kom aan, mannen. Niet als eerste afgaan, hè. Kom op. 16-5. Kom. Heel goed. Kom aan. Heel goed. Nee, achteraan, te laat. En terug. Ja hoor, op de lijn is binnen, heel goed. Hop. De fitte mannen van Kwaadendamme hebben het prima gedaan. En het is nog altijd bijzonder als er eentje die trap 20 haalt. Goed gedaan, allemaal goed gedaan. En hoe is het met de vermoeidheid? Voelen we nog een beetje fit? Ja? Zit goed met deze mannen. Volgende week een nieuw team. Goed gedaan jongens, lekker douchen. Bij de helden van de toekomst van Kwaadendamme met de minis trainer Mario. Klopt. Ja, jullie hebben er nogal wat, Mario. Ja, 14 stuks totaal. We doen het goed om het zo maar te zeggen. Maar had je er gelijk 14 of is het een beetje gegroeid? Nee. We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met 7, 8 kinderen. En ja, blijkbaar doen we het heel erg leuk. Want alle klasgenootjes zijn ook gekomen om het zo maar te zeggen. Oké, laten we een beetje met ze meelopen. Dan kunnen we goed zien of ze een beetje kunnen scoren. Kijk, er komt al een bal, alsjeblieft. Wat leer je nou die kinderen vooral? Is dat vooral plezier of een beetje voetballen? Sowieso, plezier staat voorop en daarom komen ze ook terug. Maar we proberen ze ook wel een klein beetje het spelletje mee te geven al. Ja. Alleen, het blijft natuurlijk heel speels en dat kan je ook wel zien. Ze vinden af en toe het grasprietje ook wel heel erg interessant. Ja, en daar moet je dan ook even de tijd voor geven? Ja, dat doen we wel. Maar op den duur zeggen we ook, kom, we zijn niet maar voor één ding en dat is trainen natuurlijk. Ja, die trainer die ken ik volgens mij ergens van. Ja, dat is een bekende. Erik de Groene, ja, klopt. Oudspits van onder andere Kloetingen. Ja, die zijn zoon zit er ook bij en we hebben gezegd, die kan de jongens wel wat leren. Nou, ik ga hem eens even helpen, want dat doe ik altijd met het onderdeel. Kijken of ik nog wat van hem kan leren, dat denk ik wel. Ik denk het ook, ga even bij hem kijken. Succes ermee. En de volgende. Hey Erik. Hoi. Hoe is het? Prima. Doelpunten maken, dat kon jij vroeger ook, hè? Ja, dat ging regelmatig goed, ja. Is het leuk om het nu over te brengen? Uh,
Hartstikke leuk. Ja? We doen ons best. Doe je het al lang? Halfjaartje denk ik. Oké. Okay. Mijn zoontje is gaan voetballen en Mario vroeg of ik kwam helpen en ja, zo is het gekomen. Oké, okay. Wat geef je ze voor tips hier eigenlijk? Nou ja, dat ze een beetje voor de bal moeten blijven en niet proberen te happen. Oké, okay. We gaan even kijken. De volgende, wie is dat? Dat is goed, dat is Yves. Yves. Kom maar Marijn, naar de bal toe. Ga door Yves. En de volgende weer. Marijn naar de bal toe. Hou voor je, hebben. Oh. Kom Marijn, kom. En sliding. Ja, doelpunt. Ga door man, ga door jongen. Kom. En proberen. Die is van jou die nu aan de bal is, hè? Deze is van mij, ja. Ah, nou, nog een paar jaar oefenen en dan wordt hij dus zo goed als papa, denk ik. Wie weet. Veel succes nog. Dankjewel. Tijd voor de penalties tegen Martijn van Kwaadendamme. Ja, Martijn, jij bent dan wel en dan weer niet keeper de afgelopen jaren, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ik ben dit seizoen weer begonnen met keeper. Ik ben 6 jaar gestopt geweest met keeper. En daar is de vraag gekomen of ik weer wou keeper. Omdat de keeper van onze mensen werk niet aanwezig geweest. Ja, maar toen je niet keepte, was je voetballer. Toen ben ik hier voetballer geweest, ja. En waar sta je dan als je voetballer bent? Meestal in de aanval. Ja, dus dan probeer je de keeper te passeren. Juist, en nu ben je ze weer tegen. Dat zijn allemaal principes die je dan kent. Okay. Keeper. Dan kan je altijd, en wat wordt het volgend jaar? Voetballen. Dan wordt het voetballen. Ja, gaan weer, je blijft een beetje afwisselen. Ja, een beetje bewegen. Een beetje bewegen. Ja. En neem je ook de penalties als je als speler bent, of dat niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, okay. Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Dus jij is alleen tegen? Of lukt proberen, dat ook altijd? Ja, dat is wel eens gelukt hoor. Okay. Maar niet altijd. Oké. Okay. Hey, ik zocht net de stip. Weet jij waar die is? Ja, die staat daar. Maar, zullen we even uitstappen anders? Ja, kijken we even hoe ver het is. 11 meter, dat is volgens mij 10 stappen denk ik, of niet? 10 meter toch? Zit het, plus 1. Oké, okay, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doen we het voor. Succes man. Hé, hey, bedankt. Jij ook hè? Yes. Oké, Martijn, we gaan beginnen. Succes! Nummer 1. Oh! Je zat niet echt een goede hoek, maar dat gras is ook hier heel glad. Nummer 2. Nummer 3. Oeh. Nummer 4. Wow! Slechte bal, man. De laatste. De aanwezigheid van Erik de Groene eerder dit programma heeft me toch wat onzeker gemaakt, denk ik. Die schoot ze er altijd wel in. Tot volgende week.